Een hele goede morgen mensen, welkom terug bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Mijn naam is Brooklyn en vandaag is het zondag. Ik ga lekker chillen, even lekker rustig aan doen. Ik ben een beetje moe en ondertussen ga ik straks gewoon lekker even gewoon sporten. Lekker basketballen, moet helemaal goed komen, want ik ben best wel moe. Dus ik heb heel veel zin in basketbal, dat wel. Dat ga ik gewoon lekker doen, samen met Ole en Wally. Als het goed is komen ze vanavond allebei naar haar basketbalveldje. En daar ga ik jullie natuurlijk bij meenemen. Want dat is wel zo handig om te doen. Want anders zou het een beetje saai zijn. In ieder geval heb ik heel veel zin in het basketbal. Ik ben wel een beetje moe zoals ik net zei. Ik heb wel lekker geslapen. Maar ik werd wel een paar keer wakker. Om midden in de nacht of zo. Ik weet niet waarom. Maar het is heel jammer. In ieder geval wel lekker geslapen tot ik weet niet hoe laat ik wakker was. Volgens mij 9:30 of zoiets. 10 uur ben ik wakker geworden. En dat is niet zo heel erg slecht of zoiets. Gewoon netjes. Mooie tijd. Om even lekker wakker te worden in het weekend. Dan heb ik in ieder geval nog iets aan mijn dag. En daarom sta ik altijd best wel vroeg wakker. Best wel vroeg op. Sta ik best wel vroeg op in de ochtend. En dan heb ik in ieder geval lang de tijd om iets te doen in de dag. Want ja, het is wel fijn om iets te kunnen doen. Terwijl je zeg maar je weekend viert. Anders zou het weekend een beetje voor niks zijn. Ik denk een beetje alsof ik dat zei. Als bullshit zeg maar. Maar ik bedoel het wel zo. Ik moest gewoon alleen even denken wat ik ging zeggen. In ieder geval ga ik zo meteen lekker eten. En dan ga ik daarna gewoon eigenlijk helemaal niet zoveel doen. Ik wil graag iets doen, maar... Voor de rest kan niet echt iets gedaan worden. Omdat sommige mensen ook gewoon moeten werken. Dus dat is jammer. Maar ik ga nu in ieder geval wel lekker chillen, douchen en sporten. En dan ga ik lekker naar het basketbalveldje toe om lekker te gaan basketballen. We zijn klaar mensen, we hebben net lekker gebasketbald. En ik ga niet liegen, we hebben al hard gewonnen. Ik heb tegen Wally gestuurd, Wally kon helaas niet meer komen, maar ik ben hier nog met Ode. Dus we hadden 2-4. Ik zei net, ik denk oprecht 70-6 gewonnen. En dat is niet eens een grapje. Dat is oprecht zo. 6? 6, ja, ze hebben 3 keer gescoord. Ja, oké, zo. Maar ja. Dan hebben wij meer dan 27 gaan. 70-5. Oh, ja. 70-6, denk ik. Dus we speelden zo goed mensen, holy moly, ongekend. Het was in ieder geval wel leuk om te spelen. Ik ga nu lekker naar huis toe, ik heb geen drinken meer. En Ole is ook een beetje moe, we hebben niks te doen meer. Ik heb wel nog drinken hoor ik, er zit nog wel wat in. Je hoort het wel. We gaan lekker naar huis toe en ik weet niet wat ik ga eten, maar ik ga in ieder geval wel lekker koud drinken. Want dat gaat toch wel echt lekker even mijn mond in. Soms moet je gewoon even lekker ijskoud drinken. Is gewoon heel veel beter dan warm drinken op sommige momenten. Misschien niet als het koud is, bijvoorbeeld in de winter wil ik toch wel liever warme chocomel. Maar in de zomer heb ik toch wel echt lekker koude iced tea. Dat is toch wel echt even... Het gaat wel zeker mijn mond in. Nu ga ik in ieder geval lekker naar huis toe. We gaan lekker fietsen en het moet helemaal goed komen. Wally was trouwens OV kwijt, dus die kon niet komen helaas. Maar in ieder geval hebben we lekker gebasketbald. Mensen, ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik heb lekker gebasketbald zoals ik zei. Ik zei tegen Ole, of tegen Wally zei ik dat we oprecht misschien 70-6 hebben gewonnen. Dat is echt ziek. We speelden zo ongekend goed. Voor mijn gevoel scoorde we echt bijna alles. We hebben bijna niks gemist. Dus dat was heel erg ziek. Dat was echt heel erg lekker. Dus laten we gewoon zo doorgaan zou ik zeggen. Ik ga in ieder geval nu lekker slapen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Laat een blauw duimpje omhoog achter hier beneden. En vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. En morgenavond om 8 uur weer een nieuwe vlog hier op mijn kanaal online. Dat wil je zeker niet missen. Gisteren was een leuke video. Morgen zal vast ook een hele leuke video worden. Want ik ga lekker naar de gym toe. Dus dat gaat helemaal goed komen. Kijken, misschien kan ik een allemaal personal record zetten. We gaan kijken. Morgen gaan we het zien. Morgen ga ik het opnemen. Tot de volgende video mensen. Bedankt voor het kijken. Zoals ik altijd zeg. Ciao.